Toevallig vlog van Teun te kijken die ik mee samen speciaal middag. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Van Pad, zoals iedereen weet. Ik heb altijd, als ik nieuwe kleren, schone kleren uit moet kiezen, moet ik altijd even denken, wat wil ik aantrekken? Wat wil ik aantrekken? Maar wat handig is vooral, dat ik gelijk kleren pak voor mijn werk, voor morgen. Dus laten we dat even sowieso doen. En deze dan, ik al gepotte shirt. En dan ga ik hem maar lekker even aankleden en lekker koffie zetten. Ja, Ganja komt er zo aan en Ganja dadelijk ook nog eten geven. Want zoals jullie horen zit hij te mouwen. Hé Ganja? Oh, wat een mouwen is dat zeg, echt. En dan gaan we even lekker wakker worden. Ik heb net lekker ook net even onder de douche gedaan. Lekker douche gepakt. En toen begon allemaal Ganja te mouwen. Die komt altijd vaak, als ik net wakker word, komt hij altijd mij, maar dan gaat hij overal lopen likken. Dan denk ik van Ganja, laat me nou eens liggen. Ja, dat kan hij ook doen. Maar ja, laten we weer wat gaan doen. We gaan even aankleden. In 3, 2, 1. Daar ben ik weer. Maar ik heb er weer zitten bedenken. Ik pak toch even een andere shirt dan die Harry Potter. Deze zit over, dat is wat dunner. Maar nu even maar Ganja eten geven. Hé Ganja? En even licht op aanzetten. Zo, goedemorgen. Zonder zorgen. Maar hoorde ik al gisteren zei, ik voel nu al helemaal schilversoort van aan mijn handen. Ik wil echt weten wat het is. Maar ik weet wel dat ik eczeem heb. En hoe kan eczeem afstaan? Dat weet ik sowieso uit mijn hoofd. Dat zijn door stress. Of door te veel zon. Als ik het goed heb. Mensen, dat is zo tegen me verkeerd verteld. Laten we zo zeggen. Dus maar we gaan de zon even afwachten. Dus ik denk dat sowieso Nivea gaat helpen. Want ik heb dat al eerder gedaan met Nivea. En toen hielp het. En als ik ga werken brandt het als een gek. Gewoon echt letterlijk als een gek. Maar wat ik ga doen is even lekker een bakje koffie zetten. Dus ik ga dat even doen. Lekker bakje koffie. Bakje pollig. Voor een goede humeur. Dat was Haags. En ik vind dat Haagse accent zo mooi. En toevallig mijn vader komt uit en is ook zo een Hagenaar. Die heeft vroeger in Den Haag gewoond, vandaar. Den Haag is een mooi accentje. Broodje A met A. Broodje beren klaar. Ja, dat voorbeeld. Dus wel lekker bakje koffie. En dan ga ik lekker achter de computer zitten. Ik ben een video van Dylan ben ik klaar. En ik heb er best wel hard aan gewerkt. Maar het zat er makkelijker uit wat ik had gedacht eigenlijk. Ik heb ook een beetje te moeilijk voor mezelf gemaakt. Waarschijnlijk. Maar ik denk dat jullie wel benieuwd zijn hoe ik het in elkaar heb gezet. Maar dat zien jullie nu. Hey Rick! Hey Dylan! Ik heb een leuke mop. Liggen twee onderbroeken in een wasmand. Zegt de een tegen de ander, ik ga binnenkort op vakantie. Zegt de ander, oh dat is voor mij niet nodig, ik ben al bruin genoeg. ik snap het niet. Serieus, zo moeilijk is die toch niet? Ja, misschien komt het omdat ik nogal slaperig ben. Maak me eens wakker. Oké. En? Beter? Beter? Wow, Dylan, sinds wanneer ben jij een tweeling? Als je Mexicaans was, had ik echt de ideale naam voor je. Juan en Toe. Vond je hem echt zo grappig? Wat? Die grap? Nee, die vond ik niet grappig. Maar Marit zat achter jou die dove tolk na te doen van die persconferenties. Echt geniaal, echt identiek. Oh, maar is het qua edit wel moeilijk genoeg dan? Deze sketch? Ja, dat is wel een goede. Wow! Wow! Dit is gaaf, jongen! Dat was vet! Wow! Dat wil ik ook thuis! Dat is gaaf! Ja, dat was de video van Dylan Haegens. Laat even weten in de reactie wat jullie van vinden. Ik zag er voorbij komen, inderdaad, wat ik gisteren zei. Via YouTube van een editor. En ja, ik was wel benieuwd. Ik dacht, weet je, laat ik die ook maar maken. Dus ik heb hem gemaakt. Ik ga nu even lekker een tweede bakje koffie zetten. En dan rolgordijnen maar even opengooien. Laten we dat ook maar doen. Zo. En dan moet ik mijn eigen vlog ook nog even editen snel. Dus dan ga ik het ook nog even doen. Ik ben nou lekker twee broodjes in hem over te doen. En ik zie toevallig een vlog van Teun te kijken. Die ik mee samen speciaal middag jury mee was. Dus Teun, als je kijkt, shout-out naar jou. Hij heeft vroeger, ik had met hem een gesprek gehad, hij had vroeger ook al vlogs gemaakt. Wie bedoel ik, voor mensen die het niet kennen, dit is Teun Peters van Special Media Award. En ik heb daar, voor mij een jaar geleden, ja meer dan een jaar geleden, heb ik bijna een jaar geleden, was ik met hem samen met Bas Teilingen en Kimberly Verklaver. En ik toen er natuurlijk een Special Media Award gedaan en ik had een reactie, ik had een vlog online gegooid en dat zie ik allemaal voorbij komen. Het is nu een reactie geplaatst dat iedereen, wat iedereen nu eet. Ik ga het even reactie even opnoemen. Ik eet ochtendhazen. Oké. Toen is er nog een reactie geplaatst. Ik eet morgenochtend, 's morgens soja of amandeljoghurt met 3 eetlepels Printa, 1 grote eetlepel aardbei jam en eetlepel kokosnippers. 'S Middags eet 2 bruine boterham met plantaardige kaas met plantjes, komkommer. In de avond aardappels, vegetarisch vlees en groenten en appelmoeser. Ik ben laatst niet aan mijn woorden. Maar ik zit nou even dit in de gaten te houden. Voor mij is hij nou klaar. Ik weet, hij moet steeds langs 8 minuten erin. En nou zit ik te twijfelen hoe lang hij er al in zit. 5 minuten ras, 6, 7. Nou, dit een minuutje dan nog en dan ga ik hem eruit halen. Dus als hij op 8 minuten precies staat, kijk maar op dit getal. Dus gaan we even kijken, in de gaten houden, even met z'n allen. Daar gaan we, in de gaten houden. In de gaten houden, focus. 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 Focus Sander, focus Sander. 26 minuten, 25, 24, 23, 22, oké. Hou maar op met tellen Sander. Oké, 18. Dan gaan we aftellen hoor mensen. 5, 3, 2, 1, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, klaar! Zo, laten we eruit halen. Nou, ziet er aardig goed uit vind ik. Wat ik nu ga doen is even uithalen. Wat ik van tevoren heb gedaan is aan de bovenkant even nat gemaakt. En dan gaan we die nu snijden, deze broodjes. Zo, gaan we eerst doen. Zo, dat is 1. Dat is 2. En dan gaan we nu even wat opsmeren. 1 met pindakaas en 1 met filet. Helaas zijn de uitjes op. Ik lust heel graag dit met uitjes. Maar die zijn helaas op. En 1 met tonijn. Dat is ook lekker hoor. En laten we nog eentje met pindakaas maar doen. En dan ga ik van deze broodjes genieten. En ook lekker Teun Peters kijken. Zijn vlog. Want ik kijk nu zijn vlog van dat hij aan het koken is. Ik ben wel benieuwd hoe die gaat koken. Dus dan ga ik even kijken. En dan lekker met deze broodjes erbij. Ik had een leuke reactie over mijn aardbeienplant. Dat ik het best in de zon kan neerzetten. Maar de zon is denk ik nu wel weg. Dus en niet zoveel nut. Dus, en ik ga ze nu maar even koken. En ga er maar hier neer kijken. Kijk of het lukt. Om alsnog hier neer te zetten. Ja, in principe kan het wel. Ja, laten we het maar neerzetten. Dus laten we dat doen. En ik ga hem weer eens koken. Ik heb al eigenlijk kip ontdooid. Dus dat heb ik alvast gedaan net. En wat ik ook nog meer ga doen is eigenlijk dit erin gooien. In de pan. Laten we dat even doen. Zo. Ik ga dan ook draaien. Ik ga niet zo moeilijk lopen doen. Ik pak even deze erbij. En deze. Ik had bij deze pan maar gepakt. Omdat ik dacht dat is denk ik de beste die ik tot nu toe kan gebruiken. Dus ga ik even dit even lekker braden. Take me where you go, when the sun goes down, like a lightning bolt, we won't make a sound, out in the dark when... Eten is eigenlijk bijna klaar al. Alleen het enige wat er moet is eigenlijk rijst. De rijst moet gemaakt worden en dan ben ik klaar van vandaag. Dus wat ik ga doen, ik ga even een klein kopje pakken voor rijst. Ik denk dat dit al voor 2 personen bedoeld is, deze rijst. En ik zit toevallig even Jan Willem te kijken, die jullie horen. Dus ik gooi even rijst hierin. Dus laten we dat even doen. Dit is genoeg wat ik nu heb. En wachten we even voordat het warm is. En dan kunnen we gaan eten. Kan ik eigenlijk gaan eten? Ik wil zeggen, kunnen we gaan eten? Maar ik zeg, kan ik gaan eten? Dus gaan we even wachten tot de rijst in kan en dan ga ik lekker eten. Zo, eten is klaar. Lekker nasi. Oh, smaakt wel echt ongelooflijk goed. En nu toevallig, zoals jullie op de achtergrond horen, is YouTube. En ben ik toevallig lekker naar het kijken. Lijkt me ook een leuke uitdaging een keer om aan mee te doen. Als ik nu te eten, oké. Maar het is lekker een leuke uitdaging. Meer van mooi om mee te leven met een andere persoon wat je nooit hebt gedaan. Hoe het ervaart eigenlijk. Lijkt me echt wel interessant. En dan ga ik nu even lekker eten. Maar ongelooflijk lekker vind ik. Dus. Maar ik ga denk ik volgend jaar ga ik misschien meedoen. Met Ramadan, daar ga ik over nadenken. Ik kreeg vanmiddag trouwens een belletje van mijn werk. En ik heb eten super lekker gegeten. Maar ik kreeg vanmiddag een belletje, was ik vergeten te melden. Ik de middag weer moet werken, 1 dag. Dus dat ga ik dan doen. En... Maar ik word alsnog morgen gebeld door Sanne. Dus. En hoe laat, dat is 6 uur 's ochtends. Dus ik ga wel op tijd slapen. Normaal slaap ik dan, het ligt wel nog niet in bed, maar ik ga dit nu een keer gelijk in lekker in bed liggen. En dan lekker slapen. En er zit iets in mijn sok. Oh, zo, dat prikte. Ik weet niet of jullie altijd herkenbaar, dus zit je te lopen en dan voel je ineens zo'n geprik. En wat ik morgen ook moet doen is even deze wasje. Daar heb ik morgen dan tijd voor. Want morgen word ik om 6 uur wakker gebeld. Wow, 6 uur al. Ja, 6 uur. Door mijn vriendin Sanne. En dan ga ik nu maar lekker ook mijn bedje opzoeken. En ik was 1 iemand nou vergeten. Ik zat net vlog te editen al een beetje. Ik zei van mensen van de jury die er allemaal in zitten. Dat zijn Kimberly Verklaver, die we in de jury zaten. Teun Peters, Bas Teilingen en Elko Kingma. Elko Kingma was vergeten van YouTube Gathering organisatie. En die was ik alleen even vergeten te melden. Maar dan ga ik nu lekker mijn bedje in en dan wil ik tegen jullie om te zeggen bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je hier beneden abonneert en een toffe reactie hier beneden achterlaat. En dan zeg ik alvast veel kijkplezier, gewoon heel vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. Ik heb nou het laatste wasje daarin zitten. En ik heb even eten nu maar klaargemaakt. Maar het zal behoorlijk heet zijn. Wat ik ga doen is...